ik zie hem goed hoor. Dit gat lijkt wat groter te worden. Ja. Maar er zit er maar één bij van Rabo. Dus, en het is wel Kelderman, dus zij vinden het goed. Ze weten zeker dat Kelderman de beste is van dat groepje. Dus ja, wat hun betreft mag het doorgaan. Dus nu is het ook aan de andere ploeg om te zorgen dat met name de Rijken, die dus niemand mee heeft. Je ziet onder in beeld het verschil met de voorste renners. Maar we hebben er straks ook gezien dat een voorsprong van zelfs 2 minuten in een mum van tijd kan zijn ingelopen op dit parcours. Ja, uiteraard. Kijk, als er eenheid in een peloton erachter is om de zaken recht te zetten, dan is het geen enkel probleem. Het heeft natuurlijk ook wel nodig dat er van voren dan oneenigheid is. Want kijk, 2 minuten is natuurlijk niet niks. We kijken weer op de rug van Emiel Dolfs, maar ja. De man uit Kampen. Hij heeft een geweldige resttijd gereden tot nu toe, moet ik zeggen. Hij zat vanaf het begin mee en bij bijna elke ontsnapping meldt hij zich. Hier zien we de crosscapaciteiten van Maurits Lammertink op de kasseitjes, de gladde kasseitjes midden in de stad. Hij voert hier ook de forcing. Dit ziet er het verschil is echt uit. Niet groot meer. 10 seconden nog. Ja, ze gaan aansluiten. Dat is wel duidelijk. En de hergroepering is een feit. 9 man dus aan de leiding. Nog altijd de 2 mannen uit Overijssel. Maurits Lammertink uit Enter met 35. En Emiel Dolfsma uit Kampen met rug nummer 60. Kelderman gaat kijken. En gaat de groep monsteren. Hier moet even de eendracht gevonden worden om samen te gaan werken. En zo te zien gaat dat lukken. Hier zie je dus dat Rabo nu echt tempo gaat maken om die voorsprong voor die laatste ronde zo groot mogelijk te krijgen. De Rijken gaat hier rijden. En die gaan echt alles uit de kast halen om naar voren te gaan. Dumoulin gaat. Ja, de Rabo's kunnen nu elke keer iemand anders vooruit sturen. En ja, ze gaan het kanaal inluiden. Maurits Lammertink moet nu het gat dichtrijden. En 2 man van Hemert die in het wiel meegaan. Het is wel een situatie die ze niet graag willen, de Rabo. Heel erg goed voor Maurits op dit moment. Wat hij hier doet. Ja, want de situatie aan de kop is nu weg. Kelderman gaat aan. Hij gaat proberen op de klim hier het gat dicht te rijden. Nou, hier moeten ze nu echt niet meer gaan kijken, want dan zit het peloton in hun nek. Man uit Kampen. Emiel Dalsma heeft het gezien. Hij heeft het gehad. Geweldig gestreden. Maar hij gaat zich niet meer mee bemoeien. We gaan hier de winnaar in moeten zoeken, bij deze 4. Peloton heel in de verte gaat bijna de achtervolgers inlopen. Hier wordt nog weer gedemareerd. De boven van de laatste kilometer. Ramon Singeldam gaat.
Dit is wel een heel, heel goed moment voor Sinkeldam om hier te demareren. En De Kort die net het gat heeft dichtgereden, die moet nu, Arne De Kort, moet nu ook de man op sleeptouw nemen. Ramon Sinkeldam onderaan de laatste bocht. En hij gaat na twee keer over tweede, mijn zin is hier de Nederlandse titel halen. Ramon Sinkeldam, de man uit Vormer. De eerste keer dat hij tweede was het achter Steven Kruiswijk. En we weten wat Steven Kruiswijk heeft gepresteerd de afgelopen maanden in de Giro. Dus dit is wel chapeau. Geweldig. We gaan kijken of Maurits nog een podiumplaats. Ja, Maurits gaat een podiumplaats halen hier. Die gaat tweede worden. Hij gaat tweede worden. Sinkeldam, de nieuwe Nederlands kampioen bij de belofte. Maurits Lammertink uit Enter, tweede. Twee keer tweede. En dan kijkt iedereen naar je, denk ik. En dan in de finale is Mongo de peloton weg. Dus, cool hè? Ja, tweede op het NK bij de belofte. Je eerste reactie? Ja, wel tevreden. Sinkeldam was echt de sterkste, dus was niet aan te doen. Had er niet iets meer in gezeten achteraf? Ja, misschien wel, maar daar had ik echt meteen mee moeten gaan met Sinkeldam en dat zat er niet meer in, helaas. Ja, hoe kijk je naar deze tweede stek? Ik ben er wel tevreden mee. Het zat vandaag niet meer in. Dus, Maar je kan wel terugkijken op een fantastische koers eigenlijk. Ja, zeker. Ik voelde me ook heel sterk. In het begin zat ik er niet meteen bij. We hebben zoveel mogelijk gespaard. En gewoon meegesprongen met groepjes. Ja, dat bleef er nou vooruit. Dus heel mooi.